Bij een woningoverval in Papendrecht is gisteravond een man licht gewond geraakt. Om tien uur belden drie mannen aan bij het huis aan de Wilgenhof waarna ze binnenstormden. De man die opendeed kreeg daarbij enkele klappen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd met rugklachten. De daders zijn gevlucht. De politie zoekt getuigen. Of de overvallers iets buiten hebben gemaakt is nog niet bekend. Groentetelers en transportbedrijven die door de crisis rond de EHEC-bacterie minder werk hebben, kunnen een gedeeltelijke WW-uitkering aanvragen voor hun personeel. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de terugval in werk minimaal 20% zijn en minstens twee weken duren. Door de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland zijn veel Duitse bedrijven gestopt met de import van Nederlandse groenten. Een aantal bedrijven in de regio Rijmond zegt hierdoor tienduizenden euro's per week schade te lijden. Een politieke rel in west -Voornen. De grootste oppositiepartij beschuldigt wethouder Klok van D66 van belangenverstrengeling. De wethouder op zijn beurt beticht de partij west van smaad. Die partij beweert dat Klok indirect persoonlijk gewin heeft bij de omstreden bouw van 80 strandhuisjes in Rokanje. De wethouder ontkent dat hij financieel beter wordt van de bouw en zegt dat de oppositiepartij zich baseert op verkeerde informatie. Vandaag hersachtig weer helaas. Van tijd tot tijd vallen buien. Het is fris, 17 graden, soms een beetje zon en veel wind, een krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 of 6.